Hoi, ik ben Jan Rudolf de Lorm, museumdirecteur van Singer-Laren en ik sta in een leeg museum. En dat vind ik helemaal niet leuk. Eerst dacht ik nog even, leuk, vakantie, veel thuis zijn. Maar ik mis mijn werk en ik mis mijn collega's en ik denk dat jij dat ook doet. Dat je ook dacht eerst van, leuk, vakantie, ik hoef niet naar school. En vervolgens mis je school, want je mist je vrienden en je vriendinnen. En het leek me leuk om jullie een schilderij te laten zien. Met een beetje een opbeurend, een beetje een vrolijk idee erachter. Dit schilderij, wat ruim 100 jaar oud is, geschilderd door Jack van Looy, maar vergeet die naam maar weer. Die schildert in Soestdijk zijn buurmeisje, Aaltje. En Aaltje woont op een kleine boerderij en ze houdt ontzettend van dieren. En ze is geschilderd liggend in het gras met haar favoriete geitje en de kippen waar ze heel erg van hield. En ze blaast op een paardenbloem. Ze blaast de pluizen van een paardenbloem weg. En je weet vast wel wat dat betekent, hè? Als je een paardenbloem uitblaast, dan mag je een wens doen. Dus Aaltje is iets aan het wensen, we weten niet wat. Maar wat ik me nou afvraag, wat wens jij op dit moment?